Ja, dit is eigenlijk een scooter en die is gebouwd in de steampunk vorm. En steampunk is een bepaalde kunstvorm die wereldwijd is. En dat moet je eigenlijk prikkelen om terug te gaan in de tijd van de industriële revolutie, in de tijd van Jules Verne. Wat voor instrumenten zitten er allemaal op? Onder andere, dit zijn weer onderdelen van een schuiftrombone. Aan de achterkant zitten weer onderdelen van een tuba. Er zitten onderdelen op van een naaimachine, van oude patrijspoorten, bloemenvazen. Ja, noem maar op. Ja, maar de gitaar die werkt en de rest is een soort ja, dat is eigenlijk de kunstvorm kunst, zelf. Ik ben Kiki, kom uit Tilburg en ik doe als hobby, maak ik portretten en schilderijen en kom ik hier een beetje promoten. Ja, ik zit ook op vormgeving, op de rode pannen. Dus daar ben ik ook al wel wat bezig met tekenen en schilderen. Ja, ik vind het ook heel leuk om gewoon portretten te tekenen. Gewoon verschillende van de mensen. Als bijvoorbeeld, ik heb ook een trouwfoto getekend van een paar van een stel wat echt al heel oud, oude foto is. En het is wel leuk om dan allemaal verschillende dingen te krijgen. En om dat na te mogen tekenen en schilderen. Wat voor soort materialen gebruik je allemaal? Ja, gewoon met potloden, aquarelpotloden en met verf. Ik zie dat je van BIC bent. Ik werk inderdaad bij BIC. En BIC is, ik zie dat wel eens op de, volgens mij is dat een boot hier langs dat de kade. Dat is een boot hier in de Piershaven. Ja. En we verkopen daar alles voor de beeldhouwer. Dus dat zijn stenen, gereedschappen en we geven ook cursussen. Ja. En ik zie daar sieraden. Ja. En hier zie ik deze mooie beelden. Kun je iets vertellen over deze beelden? De overeenkomst is eigenlijk dat het allebei veel steen is. Mm-hmm. In combinatie met zilver, hier met andere materialen, bijvoorbeeld met hout. Het zijn eigenlijk objecten waar dat je een beetje mee kan spelen. Ja. Dus je kan ze in de ruimte richting laten geven. Ja. En soms heb je een soort van wandelend object. Die gaat dan weer veel meer de ruimte in. En okay. Zo speel ik daar een beetje mee. Dus iedereen kan het thuis ook zelfs nog aanpassen. Ja, dat mag. Ik vind het op deze manier mooi staan. Vandaag is de derde editie van Piershaven Kunst en Klassiek. En Frank van de Snepschuit, een van onze actieve bewoners, is voorzitter van deze club. De bedoeling van de stichting is dat we in gezamenlijkheid de ondernemers, maar ook de bewoners die in dit gebied alleen maar bijkomen, om die te verzamelen en met z'n allen met de neus in dezelfde richting iets van cultuur naar de haven toe te brengen. De charme van de haven en de aantrekkingskracht van het water, daarvan vinden wij dat dat in combinatie met de klassieke muziek en met moderne, maar ook klassieke beeldende kunst om dat vorm te geven op deze manier. Bezoekers, zijn dat vooral Tilburgers? Tja, ik schat in. Ik zie, ja, bijvoorbeeld vanochtend was voor de derde keer dit jaar het klassieke concert. Daar starten we de dagen mee. Het zijn hele zondagen. Ja. Dit is ook een vervolg op wat we vorig jaar begonnen zijn met klassiek aan de kade. Daar zie ik veel Tilburgers. Ja. Ook veel bekenden uit het conservatoriumwereld. En ik heb het idee dat er vandaag ook heel veel, er liggen natuurlijk heel veel jachten in de haven, ook veel passanten komen. We gaan nou even naar de Zigeunerband kijken. Ik hoor ze al spelen. Met zijde sjaals. Hoe zit zo'n hoed? Zit die lekker? Ja? Waait hij niet af?
Want ik zag jullie net in de bootjes zitten, op de pierhaven. Ja, er zijn natuurlijk bepaalde hoeden. Die schuine zou ik niet zozeer opdoen op een boot. Want dan krijg je nogal wat tegenwind. Maar gewoon zo'n hoedje of zoiets, dat blijft prima zitten. En die voor jou, is die speciaal op maat gemaakt? Nee, niet echt. Nee. Maar dat kan. Altijd bij Davy. Dus dat is ook al... Ja, als je nou een heel klein hoofdje hebt. Ja. En gelukkig heb ik niet echt een heel klein hoofdje. Maar ja, het is wel een kwestie. Maar hij komt gewoon alles op maat. Davy maakt alles op maat. Ja. Oké. Okay. Hey, hoe is het zover gekomen dat je hier staat en dat je tot dit product bent gekomen? Hoeden, hè? Ja, ik wilde eigenlijk altijd modeontwerper worden. En in een opleiding modeontwerp in het eerste jaar kregen we een initiatie hoeden maken. En dat was het voor mij. Ja, en ik hoorde al van je prachtige modellen dat je te bezichtigen bent in Tilburg. Ja. Winkel, hè, heb je? Ja, showroom en de Lancierstraat en straks de winkel in het Valkenpand. Staat nou iedereen een hoed, vind je? Voor elke kont is er een spijkerbroek, dus voor elk hoofd is er een hoed. Oké, nou, er is dus nog hoop voor al deze mensen. En er is voor iedereen hoop, maar je moet wel goed geadviseerd worden. Ja, en je moet ook wel een beetje lef hebben om iets te dragen natuurlijk. Want als je wat groter bent en je gaat dan een heel klein dingetje dragen omdat je denkt van je wil niet opvallen, dat werkt niet. Is het wat? Ja. Wat is je ambitie? Heb je nog... Echt, ik heb altijd gezegd showen in Parijs, maar dat gaat werkelijkheid worden. Ja. Ja, ik wilde heel graag een eigen winkel, dat gaat eind september gebeuren. Ja. 28 augustus, hier een heel grote show in de haven op terras. Ik heb kansen straks allemaal afvinken, denk ik. Wanneer sta je in Parijs? In januari. Deze man in januari in Parijs. Deze beelden, dat is een flexibiliteit van steen. Ja. De hardheid. Die er niet is. Dus de flexibiliteit in tegenstelling tot de hardheid. Als je dat beeld bekijkt, dan lijkt het net alsof dat gevouwen is. Het is dus de folding heet het ook. Mm-hmm. En het is een gevouwen beeld. Dat kan helemaal niet met steen natuurlijk. Nee. Dus wat ik ook doe, is elke vorm die ik maak, daar maak ik eerst een studie van. Ja. Een model in klei of in hout of op papier, een schets of iets dergelijks. Dus het is voor mij nooit een verrassing wat eruit komt. Ik heb ook een serie The Wall. Daarin wilde ik aangeven van, er zijn grenzen naar wat je tot mensen kunt vertellen. Je moet respect hebben voor mensen. Je kunt niet zomaar alles zeggen zonder mensen te kwetsen. Dus dat wil ik niet. Okay. En dus die serie... The Wall heet die, grenzen. Ja. Maar je moet wel in dialoog blijven. Vandaar dat stukjes glas erin zitten. Okay. Dus het is een grens met stukjes glas om dialoog te houden. Ja, en jij ziet jouw wachtwoord.